Welkom bij een nieuwe aflevering van Saranang Tori. In deze aflevering praten we met de minister van Ruimtelijke Ordening en Milieu, de heer Mashano Dasai. COP16, de 16e conferentie van partijen van het Biodiversiteitsverdrag, brengt landen over de hele wereld samen om de urgente kwesties rond biodiversiteitsverlies en natuurbescherming aan te pakken. Suriname, als een van de landen met een rijke biodiversiteit, en uitgestrekte bosgebieden speelt een belangrijke rol in het wereldwijde gesprek. Minister Dassai leidt de Surinaamse delegatie en vertegenwoordigt het land in discussies over het behoud van natuurlijke hulpbronnen, klimaatverandering en duurzame ontwikkeling. Meneer Dassai, welkom in het programma. Dank u wel, mevrouw Murg. Wat zijn de belangrijkste doelen en prioriteiten van de Surinaamse delegatie tijdens COP16? Ja, de belangrijke doelen waren allemaal gericht op het implementeren van het Kunming-Montreal Global Framework. Global Diversity, Biodiversity Framework. Het is een mondval, maar dit framework heeft te maken met uh, wat in 2022 is afgesproken afgespro bij COP15. Daar is overeengekomen dat de wereld ervoor moet zorgen of gaat proberen om het verlies van biodiversiteit tegen te gaan voor het jaar 2030. Uh, er is toen afgesproken dat alle landen die akkoord zijn gegaan, dat zij gaan proberen hun nationale biodiversiteitsplan uh, aan te passen aan dit doel. En Suriname heeft dat uh, gedaan in het afgelopen jaar. Uh, hebben we eraan gewerkt. In april 2024 hebben we. Onze NBSAP, dat staat voor Nationale Biodiversiteitsstrategie en Actieplan, hebben we afgemaakt, en opgestuurd. Uh, heel weinig landen hebben dat kunnen doen. 44 landen van de bijna 200 landen hebben dat kunnen doen. En wij zijn de enige in de regio die dat af hebben. Dus dat hebben we kunnen afmaken. En de verwachting is dat we dat nu gaan implementeren. Maar deze implementatie is niet makkelijk omdat je resources nodig hebt. Je hebt de capaciteit nodig, je hebt de finance nodig. Bij dit doel uh, is ook belangrijk om te weten dat alle landen zich hebben gecommitteerd om 30% van hun land, biodiversiteit van hun land, en 30% van hun marine biodiversiteit te beschermen. Voor Suriname is het dat we nu 15% van onze biodiversiteit op land hebben beschermd, dus die moeten we opkrikken naar 30% en vanuit de marine kant, uh, kust-ecosystems, -eco moeten we gaan van 0 naar 30%. Suriname heeft een, een uitzonderlijke rijke biodiversiteit. Uh, welke boodschap wil Suriname dus geven tijdens uh, deze COP16? We hebben 92,6, dus afgerond 93% bos. En dat is, dat is onze rijkdom in feite. Maar wij hebben benadrukt tijdens de COP dat uh, als het gaat om biodiversiteit, het niet alleen gaat om uh, natuurbehoud. Um, biodiversiteit is gelinkt aan klimaatsverandering. Um, biodiversiteit is belangrijk voor een duurzame economie. Als we dus kijken naar wat er gebeurt in de, in de wereld, die klimaatverandering is gelinkt aan de biodiversiteit. Omdat stel dat we um, onze bossen niet meer hebben, hebben we dus minder co 2 absorptie. Toch, als, als alle bos van Amazone uh, niet, er niet, er niet meer is, dan heb je nog meer CO2 in de lucht en heb je dan nog meer effect op klimaatverandering. Dus dat was de belangrijkste boodschap. Daarnaast hebben we dus ook gepleit voor samenwerking en de uh, finance die, die we nodig hebben, omdat wanneer je land hebt met bos, en dat heb je dus in de meeste ontwikkelingslanden, heb je dus uh, dat we minder economische activiteiten hebben kunnen ontplooien in de afgelopen decennia. Uh, en we willen, willen niet gaan kiezen tussen moeten we onze bos kappen voor economische activiteiten of moeten we het behouden. We willen het behouden, maar dan moeten we wel de finance hebben om dat te kunnen behouden en beschermen. Uh, zijn er specifieke samenwerkingen uh, of partnerschappen die Suriname dus uh, wilt, een, um, wilt aangaan, dus tijdens deze uh, COP16? Jazeker. Ik, kijk, als we participeren aan een conference, een internationale conference, dan is het heel belangrijk dat we die netwerk van, van andere landen uh, gebruiken voor samenwerkingsovereenkomsten, samenwerkingsverbanden. Een uh, belangrijke uh, partner of organisatie waar we dus um, heel goede samenwerking mee hebben, is, hebben, is Acto. Acto is in feite is een, is een organisatie die uh, is gefocust op de Amazon-landen. Uh, wij zijn een van de acht Amazon-landen. En binnen Acto hebben we dus gekeken naar samenwerking als het gaat om het delen van technologie. Uh, bijvoorbeeld, um, Brazilië heeft. Uh, Satelliettechnologie die ze gebruiken om hun bossen te monitoren. Als dus het gaat om illegale activiteiten. Uh, die technologie kunnen we ook gebruiken. Uh, capaciteitsversterking, trainingen die onze uh, boswachters uh, moeten krijgen. Weet je, om, om, om uh, wildlife een beetje beter te conserveren. Naast ACTO hebben we natuurlijk ook de uh, multilaterale banken zoals de IDB. met wie we onze samenwerking hebben kunnen versterken. We doen al projecten met de IDB, uh, maar er is toegezegd om nog meer samenwerking. Te, te doen. En verder heb je naar de andere landen, de partnerlanden, met u ook uh, proberen beter samen te werken. Welke uitdagingen ondervindt uh, Suriname uh, op het gebied van biodiversiteit? De grootste uitdaging is natuurlijk die economische ontwikkeling. Wij zijn een ontwikkelingsland en elk ontwikkelingsland wil een ontwikkeld land worden. Onze GDP per capita is nu ongeveer 6000 dollar. En als je wil gaan naar een ontwikkelde GDP per capita, dan moet je gaan naar een, zeg maar een 60.000 US dollar per, per per persoon. En om die sprong te maken heb je dus economische activiteiten nodig. Waar vind je die balans? Um, hoe uh, moet je jouw economie ontwikkelen zodanig dat je je biodiversiteit intact uh, houdt? Je uh, wildlife moet beschermd worden. Uh, Klimaatsveranderingsaspecten. Uh, uh, Want wanneer je. Uh, gaat nu zeg maar, starten met die oil en gas. Uh, we willen ook planten, dus die agrarische productie gaat omhoog. Um, hoe ga je dat ontwikkelen? Uh, welke technologie gebruik je in plaats van een traditionele landbouwtechniek, etc.? Et dus dat zijn de uitdagingen waarmee we zitten. En natuurlijk is het mogelijk om de nieuwste technologieën te krijgen van de andere landen. Dus dat zijn de uitdagingen geweest. Hoe zit het de rol uh, van de inheemse gemeenschappen als we dus kijken naar de, uh, de biodiversiteit? Uh, in Suriname en uh, in hoeverre komen uh, dus belangen aan bod uh, in de plannen die worden gepresenteerd bij COP10. De rol van de inheemse, dus de indigenous en de tribal communities is heel belangrijk, want zij hebben zeker ervoor gezorgd dat onze biodiversiteit intact is gebleven. Ze hebben een belangrijke rol hierin. Uh, bij alle activiteiten moeten ze in feite meegenomen worden. Uh, bij de laatste COP in Kali COP16 is er een speciaal orgaan opgezet volgens artikel 8? Een, een subsidiary body, die ervoor moet zorgen dat de stem van de indigenous uh, sterker wordt. Um, want bij de onderhandelingen, uh, bij de presentaties, um, moeten ze dus in feite in staat zijn om de juiste informatie te krijgen en te delen. Uh, science is heel belangrijk. En zo, zoals we weten, die science uh, krijg je niet altijd. Uh, dus je hebt die organen nodig om ons te versterken. Dus dat, dat zijn heel mooie uh, afspraken die zijn gemaakt. Dat de stem van de inheemse sterker moet worden. Dat FPIC-principes moeten worden toegepast. Hier in Suriname zitten we nog met de uitdaging hoe die FPIC het, uh, het uh, moet uitvoeren. Uh, er zijn uh, instanties geweest die het hebben uitgewerkt. Maar natuurlijk uh, moeten we nog even kijken. Uh, hoe dat het best werkt in de praktijk. Dus de volkeren, de inheemse en de tribale volkeren zijn daarmee bezig en hopen dat snel uh, de fpic methode wordt uh, uitgekiend en dat we dat kunnen gebruiken. Wat zijn de belangrijkste uh, financiële en technische behoeften om dus de natuurbehoud te realiseren? Nou, als het gaat om bedragen, financiële bedragen, dat is heel moeilijk. Kijk, de grootste uitdaging voor ons als het gaat om onze biodiversiteit. Uh, zijn de extractieve activiteiten, zoals uh, de mijnbouwactiviteiten. Eén uh, één uitdaging is dat van de goudwinning. Uh, zeker de illegale kleinschalige goudwinning. Uh, die zorgt voor een, een ontbossingsgraad uh, van de 0, tussen 0,05 en 0,07 procent per jaar. Dat is misschien niet zoveel in vergelijking met de andere landen, maar als je het zo laat, dan kan het meer worden. En om er tegen te gaan, heb je middelen nodig. Je moet monitoren, je moet handhaven. Uh, in de buurlanden zien we ook dezelfde uitdaging. In Frans Guyana bijvoorbeeld, dat is uit een rapport die ik heb gelezen van de Fransen, hebben ze per jaar 70 miljoen euro nodig om te handhaven. En die middelen hebben we nog niet. Dus uh, die capaciteitsversterking moeten we ook hebben. We moeten natuurlijk uh, genoeg mensen hebben in uh, het binnenland om te monitoren. Dus dat, dat zijn de grote uitdagingen. En gelukkig is er, zijn er wel uh, fondsen uh, die we kunnen gebruiken. Eén fonds is bijvoorbeeld, dat is opgezet bij de laatste kop, is de Califond. En de Califond uh, uh, daaruit kunnen landen nu, uh, geld krijgen voor hun biodiversiteitsbescherming. Kan de Surinaamse samenleving uh, op korte termijn uh, veranderingen verwachten? Jazeker. Zoals ik heb gezegd, we hebben onze NB-Sap hebben afgemaakt en de bedoeling is dat we nu implementeren. Uh, je moet natuurlijk goede plannen maken, die ga je dan opsturen. En dan weet de, de wereld wat wij willen doen, zodat de wereld ook kan helpen. Uh, we hebben gesproken met multilaterale banken, we hebben gesproken met uh, GEF. GEF is één organisatie die uh, funding geeft je, aan, aan, aan implementatie. Uh, we zitten in feite al met GEF 8. Uh, er is al toegezegd dat wij uh, geld krijgen voor onze marine uh, kustbescherming. Um, we hebben ook bijvoorbeeld gisteren een overeenkomst gesloten met een NGO, want de NGO's zijn ook heel belangrijk: lokale NGO's uh, en internationale NGO's. Met CI, dat staat voor Conservation International, hebben we een overeenkomst gesloten. Waarbij ze ons gaan helpen met wetgeving. Want je maakt je beleid, je biodiversiteitsbeleid, maar uiteindelijk moeten er regels komen en moeten er wetten komen om die bescherming te versterken. Verder hebben ze ook toegezegd om ons te helpen met marine- en kustbescherming. En ook kijken naar hoe die bio-economie, want dat is een industrie die in de andere Amazon-landen al op gang is gekomen, hier ook, maar op kleine schaal. En zij gaan ons ook helpen om dat te ontwikkelen. Hoe zit Suriname uh, zijn rol in, uh, in Latijns-Amerika, in een bredere context, zoals het uh, Caribisch uh, gebied, uh, als het gaat om biodiversiteit? Nou, ik mag zeggen dat we in feite worden gepositioneerd als de leider als het gaat om biodiversiteitsbescherming, omdat we als eerste, uh, zoals ik zei daarnet, hebben we onze nb -SAP opgemaakt, eerste in de regio. Uh, als het gaat om Percentage aan bos per land zijn wij hoog, um, maar dat wil nog niet zeggen dat alles goed is. Um, we hebben natuurlijk hulp nodig van ieder, maar in de regio staan we dus als leiders, het gaat om biodiversiteitsbescherming. Wat zijn de belangrijkste inzichten en acties uh, van deze conferentie, dat u dus ook mee te nemen of door te voeren hier in Suriname? Nou, mijn participatie aan COP16 heeft mijn overtuiging versterkt dat internationale samenwerking heel belangrijk is. Um, dus het gaat om milieu. Milieu is niet iets dat geïsoleerd is. Hè. Het is niet dat het alleen voorkomt in één land, die milieuproblemen. Uh, we zitten in een milieucrisis. Als wereld zitten we in een milieucrisis. We hebben dus drie grote uitdagingen in de wereld. Je hebt dus je biodiversiteitsverlies. Uh, je hebt je klimaatsverandering en je hebt je verontreiniging. Toch? Alle landen hebben hier te maken. Het is grensoverschrijdend. En we hebben gezien, het team van uh, mijn ministerie, We hebben allemaal gezien dat landen graag bij elkaar willen komen. En graag uh, dit probleem, dit crisis, deze crisis willen oplossen. Samen willen oplossen. En dat is heel belangrijk. Want kijk, als je niet aanwezig bent bij deze uh, conferenties, dan kan jij ook je stem niet laten horen. Uh, dat tel je niet mee. En dan gaan andere landen uh, voor jou bepalen. Want altijd is het dus een tweestreet. Uh, je hebt aan de ene kant de ontwikkelde landen. En aan de andere kant de ontwikkelingslanden. En meestal hebben de ontwikkelingslanden nog een hoge mate van biodiversiteit. En de ontwikkelde landen minder. Weet je? En wanneer we vragen naar oké, okay, nature-based solutions. Daarvoor moeten we finance krijgen. En zegt de andere kant van nee, wacht even. Dat is gewoon zo. Dat, is, dat hebben jullie al. Maar we hebben het al. Maar we moeten het behouden en beschermen. Dus we moeten de middelen krijgen om dat te doen. Dus die internationale samenwerking, dat moet blijven. Omdat we dat uh, kunnen zien als een grote voordeel voor de uh, resources. Wat is uw boodschap uh, aan de Surinaamse bevolking? Als we eens kijken naar de, uh, de biodiversiteit. En wat de rol is um, van internationale conferenties van COP16? Nou, um, biodiversiteit, dat. That... Ik was uh, dit jaar nog geweest naar enkele scholen. Uh, in verband met voorleesdagen. En dan praten we over biodiversiteit. En dat is een moeilijk woord voor heel wat mensen. Um, het heeft niet alleen maar te maken met natuur. Het heeft te maken met onze gezondheid. Het heeft te maken met onze welzijn. Het heeft te maken met onze duurzame economie. Dus uh, ieder in Suriname moet uh, zich. Zoveel als mogelijk laten voorlichten om te weten wat dit allemaal inhoudt. En als je dan weet wat het is, uh, is die betrokkenheid van ieder belangrijk. Omdat biodiversiteit. Dan moeten we niet alleen maar denken aan no, dat is ver in het binnenland. Om ons heen. Kijk, hier in Fortilandia, waar wij allemaal zitten, heb je ook biodiversiteit. Je hebt de bomen, je hebt de insecten, je hebt de dieren, uh, we hebben water, we hebben Zoveel levende organismen die andere landen niet hebben. En dat moeten we allemaal koesteren. En daarom is het heel belangrijk dat we goed omgaan met het milieu. Lijkt wel een beetje, beetje cliché-achtig, maar die betrokkenheid moet beter worden. Dus belangrijk is dat we ook moeten beseffen dat wat we hebben boven de grond, zoals de bomen, de bossen, eigenlijk meer waard is dan wat we hebben onder de grond. Want wat je onder de grond pakt is binnen no time op. Maar wat boven de grond blijft, dat blijft voor altijd. En dat is veel meer warm. Dat was het voor wat betreft deze aflevering van Sranang Tori. Bedankt voor het willen kijken. Heeft u een onderwerp dat u wilt belichten, kunt u gerust onze WhatsApp-bericht sturen op het nummer 8485816. En vergeet niet onze socials te volgen. Sranang Tori. Snel, scherp, altijd bij de tijd. thank <laughs> you